De overdenking van vandaag heeft als titel Je zorgen inleveren. En ik lees iets voor uit 1 Petrus 5, vers 7 uit de Boekvertaling. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. Maak je geen zorgen, joh. We zeggen dat heel gemakkelijk tegen elkaar. Maar ondertussen maken we ons allemaal wel eens zorgen. Over onze financiële situatie, over onze gezondheid, over de toekomst van onze kinderen. En tot op zekere hoogte hoort zorgen maken erbij. Het is normaal dat je gespannen bent voor een moeilijk examen. Of dat je je zorgen maakt om je tiener die 's nachts om 12 uur thuis zou zijn en al een uur te laat is. Maar als die zorg overgaat in angst en die angst je meevoert naar paniekgevoelens, is dat niet normaal. Het is goed om onderscheid ook te maken tussen tijdelijke bezorgdheid, zoals in deze voorbeelden, en een voortdurende geneigdheid tot bezorgdheid. Er zijn mensen die zich constant zorgen maken over van alles en nog wat. En daardoor verkeren ze permanent in een gespannen toestand. Hun bezorgdheid is voor hen als een grote jute zak vol stenen die ze met ze meezeulen. Bezorgdheid levert niets positiefs op, maar het heeft wel veel negatieve gevolgen. Het geeft stress, spanning, vermoeidheid, wantrouwen, angst. Het is geen ziekte, maar het kan wel de oorzaak zijn van bijvoorbeeld hoofdpijn, van maagpijn, hoge bloeddruk of hartproblemen. Bezorgdheid rooft je slaap, je hoop, je levensvreugde en je energie. Daarom zegt Petrus, geef al uw zorgen en problemen over aan God. Want Hij houdt van u en zorgt voor u. En ook voor jou.